Als je aan mijn stem nog wel kunt horen, ben ik net wakker. Het is inmiddels 8:30. Om 8:30 moet ik hier weg, maar ik moet nog eventjes mijn lens doen. Een banaantje eten of zo. Tanden poetsen, naar de winkel. Dat ga ik eerst doen. Om vers brood te halen en een lunch. En ik ben al de hele ochtend met Michelle aan het appen, want we hadden allebei super veel zin in. Dus ik zie jullie de volgende keer weer. Ik denk dat het is als ik in de auto stap, toch om ontwikkelen, ik weet niet precies. Dus ik ga nu heel snel, naar de winkel, vers brood halen. Dus ja, tot later. Ik zit nu in de auto en ik ga nu onderweg naar Michelle. Ik zie jullie zo weer. Ik ben net thuis van Michelle, dus ik ga hem even aanbellen. Goede! Hoe laat is het? Morgen! Goedemorgen! Ik ben er ook weer bij. We zijn nu onderweg een uur al ongeveer? Nee, 3 kwartier bijna. Oh, 3 kwartier zitten we in de auto. En we gaan onderweg naar Centerpark. En ik ben aan het rijden! Yay! Toppie. We gaan zo even een tussenstopje maken. Om even mijn benen te strekken. Ja. En dan kunnen we ook even wat eten halen, want we hebben honger. Heel erg, want we hebben echt niet ontbeten gewoon. Ja, precies. Dus dat gaan we dan doen en dan zien we jullie daar wel weer. We staan hier even bij een benzinestation op een parkeerplaats. Even de benen gestrekt. Even de benen gestrekt. Plus nog even te breken aan het drinken en eten. En wij gaan zo meteen verder. Hij zegt nog 57 minuutjes de Tom Tom. En dat we er om 1 minuut over 12 zijn.
Dus we gaan maar weer eens verder rijden. Want het is best wel een eindje rijden. Maar ik ben er weer klaar voor. We mogen bijna naar ons huisje binnen. Ja! Dus, gaan we even ophalen. We zijn eindelijk binnen. Ja, eindelijk. Maar het duurde even. We hebben het is al nou al een troep in het huisje. Ja, typisch meiden. We hebben al gezwommen. Zoals je ziet zijn mijn haren. Maar we hebben het alweer droog. Een beetje nat. Nou, ik zal een kleine tour geven. Dan wacht, daar kom je binnen. Maar die deur zal even staan gestaan. Kom zo. Dan zie je dit. Dan hebben we hier onze bedden. Die moeten we even opmaken, want daar zijn we eigenlijk gewoon een beetje te lui voor. Ja. En dan heb je hier nog een hele leuke spiegel. Hi! Ik zal hem zo houden, een beter beeld. Dan hebben we daar nog een kapstok en daar nog een kastje. Denk ik. We hebben eens gekeken. En dan komen we hier. We hebben hier onze tuin in de zon. We hebben echt zon, zo lekker. We kunnen bruin worden. Met twee lichtstoelen en twee normale stoelen. Hier een soort van tafeltje ding. Nee, dat is een open haard. Oh ja, een tafeltje. En hier dan onze bank. En daar ligt al mijn cadeautje voor Michelle. Die gaan we zo meteen uitpakken. En we hebben een hele mooie, weet dat, schilderij. Mooi. Ja, heel mooi. We hebben natuurlijk muziek aan staan. En de tv. Het cadeautje voor mij. Ja. En hier nog dingen voor camera's, spullen, maar dat moet ik aan jullie nog vertellen. Hier hebben we ook allemaal troep. En daar ligt mijn koffer open. En daar hebben we de keuken. Daar hebben we de keuken. Met onze koelkast die we bijna waren vergeten in te pakken. Het is dat mijn moeder blijft dat we de koelkast moesten inpakken. Hier hebben we de badkamer. Met een bad. Dat waren we echt super graag. Ja. We hebben thuis geen bad, dus jij dan maar zo met stinkje bad trouwens. En een play. En dan ga je zo. En dan kom je dus weer hier bij de keuken uit. En we hebben heel veel buren. En ook heel veel in de zespersoonshuisjes tegenover ons. Dus die maken nogal veel lawaai af en toe. Dat hadden we bij de ding al gemerkt. Bij het zwemmen. En die gaan we filmen dat we de cadeautjes uitpakken. Dus. Alsjeblieft. Dankjewel. Kijk wat is dit? Hij is een make-up remover, is altijd handig. Altijd leuk! Kijk, dit is een foto van ons. Die ik jou zelf samen verstuurd. We are friends, die gaat hem maar even krijgen op mijn kamer. Oeh, is ook lekker. Anti-stress masker, ik heb onnodig. Oh ja, dat is weer hartstikke handig. Van de haartjes. Altijd handig, dat je de tenen af. Van de Playboy. De schuim. Mooi, maar die was namelijk bijna op. Oeh, chocola. Dat is eigenlijk niet zo goed voor mij dat ik aan sporten ben. Laat het er maar niet zien, denk ik. Nog een deel spijt, denk ik ofzo. Of zit ik ze leent? Je stinkt. Nee, grapje. Oh, keileuk. Dank je. Superleuk. Dank je wel. Alsjeblieft. Ik ben er heel blij mee. Zoals we netjes terugleggen. Wow. Eerst mag je de kaart openmaken en voorlezen. Wat een leuke kaart. Ja. Ja. Vind je het echt leuk? Beste vrienden,
Lieve Mies, super gezellig samen een weekendje erop uit. En hopelijk ook nog naar Disney van de zomer. In september alweer 4 vriendinnen. Vanaf dag 1 hopelijk. Vanaf dag 1. Hopelijk komen er nog vele jaren bij. Time flies when you're having fun. Love you. Dikke kusje, Nina. Oh, dankjewel. En dan nog dit cadeautje. Op dat kaartje staat ook nog wat op de achterkant. Voor ons 4-jarige vriendschap. Liefje, Nina. Kijk, leuk. Oké, hier ben ik dan weer nooit zo goed in. Niet dat hij helemaal in de knoop komt. Ik heb heel lang van dat ik het echt goed had. Me. Ik sta maar aan de zijkant. Oh ja, dat kan ook. Ik heb mijn expert aan de zijkant eerst opengemaakt om te kijken wat erin zat zelf. Of dat het goed was gegaan. Oh, dankjewel dat ik een flyer van je krijg. Ja, leuk hè. Ik weet hoe dat erop moet. Oh, vet! Een tas. Ja. Yeah. Oh, vet. Aan twee kanten is die bedrukt. Ook met de foto van ons. Kijk, graag. Dat bij Friends sinds 4 september 2013. Oh, die ga ik gebruiken. Die vind ik echt vet. Cool. Ja, mooi dat je er blij mee bent. Ik vind het echt vet. Zoals je ziet hou ik wel van zulke tassen. Want ik had er ook al in meegenomen. Oh, vet. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Oh, ik vind het echt heel vet. Ja, vet. Oh, grappig. Ik vind hem echt heel vet. Zoals je kan zien zijn we allebei super blij met onze cadeautjes. Ja. Om hopelijk leuke cadeautjes te maken hebben we een soort van mini GoPro ding gekocht. Action cam. Gaan we even de uittesten in bad. Ja, we willen zeker weten dat hij iets doet. Voordat we hem al mee naar het zwembad nemen en hij het gewoon niet doet. Ja. Daar hebben we niks aan gedaan. Dus ja, we moeten maar even testen dan. Ja, gaan we doen. Let's go! Bad vol laten lopen. Ik zit bijna in de wc, maar dat maakt niet uit. Warm of koud water mag hem. In de dingen zit ook warm. Wacht hoor, even kijken dat het niet vandaar komt. Huh? We hebben helemaal geen water. Jawel, hij heeft gewoon net een klein beetje van de net. Maar hij staat helemaal open. Oh. Want het water. Er komt niet zoveel uit! Hij zit wel even voordat het water vol is. Nou, dat is op een mix hoor. Zo. Wachten. Maar om zijn het wel nog heel lief dat het bordvol is. Echt? Ja, dus we kunnen wel eventjes wachten. Tot zo! Even een spelletje spelen voordat we gaan eten. Genaamd Jatse. Ik zie het altijd niet. Dus ja, dan gaan we eventjes spelen in het zonnetje. Heerlijk.